Wij gaan lopen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En daar gaan we deze check naartoe brengen met het opgehaalde bedrag wat iedereen gedoneerd heeft. Eventjes zeggen, wie is we? Want je loopt met z'n vieren. Ja, ik ben Anke. Hier achter mij staat Bjorn. Dan hebben we Monique en mijn zusje Kim. Ja. Waarvoor lopen jullie? Prinses Maxima Centrum. Maar niet, je hebt ook nog een ander doel, hè? Want volgens mij gaat het nog om een jonge man. We gaan lopen voor Guillermo. Guillermo is een oud klasgenootje van mijn zoontje. En die is helaas overleden vorig jaar. En ter nagedachtenis aan hem gaan we lopen. Nou staan we op deze vroege ochtenduren in Helmond. Waar lopen we naartoe? Want ja, dat Maxima's Medisch Centrum, dat is volgens mij een eindje weg. Dat is in Utrecht. Ja, we gaan nu lopen naar Tiel. Dat is 54 kilometer. En morgen zetten we onze tocht voort naar Utrecht. En dan moeten we nog 34 kilometer lopen. Hoeveel kilometer heb je geoefend met z'n allen? We hebben met z'n allen totaal de langste tocht 22 kilometer gelopen. Dan is dit maar een peulenschilletje. Dat is een appeltje. Appeltje eitje. Appeltaartje. De route goed uitgepeld? Ja, alles staat op de navigatie en de ouders hebben de route, dus dat komt goed. Ja. Hoe laat willen jullie in Utrecht aankomen zondagmiddag? Tussen 3 en 4 willen we daar zijn. Ja. Speciaal voor Guillermo. Helemaal voor Guillermo en alle andere kinderen die vechten tegen kanker. Ik heb echt nogmaals om mijn tandvlees gelopen, maar die laatste kilometer zat er pas weer heerlijk in. Want dan zie je het ziekenhuis in beeld komen en dan ga je. Ja, ja, heerlijk. En een grote ontvangst, hè? Want ja, er waren toch veel familieleden en ook van het ziekenhuis zelf. Ja, heel veel familieleden. Ook de familie van Guillermo, waar we natuurlijk voor gelopen hebben. De behandelend arts van Guillermo is er en Barbara van de Foundation stond voor ons klaar. Ja. Nou is het deze maand de maand van de kanker, hè? Want dat is het zo. Nou heb je zelf toch ook het een en ander overwonnen de laatste tijd. Klopt, heel veel. Ja. Is het dan extra zwaar voor je om te gaan lopen? Om te denken van, nou, zal ik het wel doen? Nee, want ik ben juist blij voor degene dingen die ik nog kan. En niet de dingen die ik niet kan. Over kunnen gesproken, wat is het volgende doel? Ha, mijn voetjes omhoog leggen. Nee, mijn medewandelaars die zeiden al dat ik geblokt werd op hun telefoon. Dus nee, even rust en daarna denk aan het volgende. Ja. Dus toch weer een keer een challenge, een uitdaging? Ik durf daar niet hard op te zeggen. Ze horen het toch niet? Ja, denk het wel. Dankjewel voor een mooie dagen. Dankjewel voor een mooi bedrag. En bedankt nog een keer de kijkers. Ja, jullie hartstikke bedankt voor het doneren. Dankzij jullie is er een bedrag van €3.058 binnengebracht voor het Prinses Maxima Centrum. Kinderoncologie, waar nog zoveel geld nodig is voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Dankjewel.